In Raad komen Joert Verskaten instanties uit het dorp Bijenoord om over het drama van Juste te praten. Mensen van de gemeente, de tjerkerieën, plitsen belang en de squallen binnen daarbij. Bij het ongeluk in de nacht van Oortenij, dat een 42-jarige autobestuurster uit Dokkum op een groep mensen inriet, rekken Sontje mensen verwonden. Een man van 59 is Juste verstoorn. De politie wil een aantal mensen niet op het moment van het ongeluk op straat te winnen, nog jaren. Ik is er nog net met alle slachtoffers praat die het op dit stuit nog in het ziekenhuis lezen. Het IJsinga-planetarium in Frenscher wordt takken wieken uit Noordhelle, voor grut onderhoud. IJsinga zelfs had bepaald dat dit één keer in het zien hier barm had. Het hele raderwerk wordt uit Noordhelle, skimmakken en smart. Ik het plafond van het planetarium krijgt een onderhoudsbeurt. De Beroen om de Ierwik zal volle meer jongeren aanhouden van het afstekken van vuurwerk als het eer daarvoor. Doen we in het nog 33, no 50, meldt bureau HALT Noord-Nederland. De meeste jongeren komen uit Midden-Friesland, 32. Meestal ging het om illegaal vuurwerk. Vannacht 5 graden en een soort wind uit het zuidwesten. Morgen meest droeg en zinnen, het wordt zo'n 10 graden.